Een motorrijder is donderdagmiddag zwaar gewond geraakt toen hij in botsing kwam met een automobilist. Het ongeluk gebeurde op de Groesbeekse weg in Nijmegen. Nou, het gaat om een ernstig ongeluk. Wat de toedracht precies is, weten we niet. Vandaar dat we ook een gedegen onderzoek doen. De kruising hebben afgezet, mensen van de verkeerspolitie erbij hebben betrokken. En we willen het ook nog uitzoeken. Getuigen gaan we horen, de bestuurder gaan we horen. Het is een gecompliceerde aanrijding en we willen daar goed onderzoek naar doen. Het is nog niet geheel duidelijk uit welke richting men is gekomen. Dat is ook de reden dat we nu dat onderzoek doen, waarbij we ook getuigen en de bestuurder nog verder zullen horen. Er is inderdaad een traumahelikopter ingezet. Dat heeft te maken met het feit dat de motorrijder gewond is geraakt, naar het zich laat aanzien ernstig gewond. En het personeel van de traumahelikopter heeft de ambulancepersoneel ondersteund. Uiteindelijk is het slachtoffer met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Lekker mooi en meesturende bocht.